Goedemorgen, vandaag is het donderdag en ik ga onderweg naar een afspraak. Oh, mijn haar is echt niet uitgekamd. Goed, ik ben dus onderweg naar een afspraak. Het is echt lekker weer vandaag. En daarna ga ik dus naar Dokters Inc. Oh, ik ben heel erg ingezoomd. Dus daar ben ik best wel zenuwachtig voor een beetje. En daarna ga ik mijn wimpers laten doen. Dus dat vind ik ook wel fijn. Maar dat heb ik ook al een hele lange tijd niet gedaan. En daarna, vanavond is de opening van de nieuwe Harbor Club in Vinkeveen. Dus ik ga er misschien heen met Gio, Mitch en Amber. En verder ga ik gewoon genieten van het lekkere weer. Wat een top weer zeg. Ik heb net mijn eerste afspraak gehad bij Ted. En nu ga ik naar Dr. Stink. Oh my gosh. Beetje zenuwachtig wel, maar ik heb er wel zin in. Het lijkt me zo chill. Dus ja, dat vind ik het wel waard. Oh my god. Ik ben gearriveerd bij Dokters Inc. En ik ben bij dokter Jani. Ik ben Jani. En hij gaat mij behandelen vandaag. En ja, als je iets zou kunnen vertellen over de behandeling die we vandaag gaan doen. Mm-hmm. Is dat leuk? We gaan vandaag een behandeling doen met botulinetoxine. Beter bekend als botox in de volksmond. Van de oksels. En niet omdat je daar rimpels hebt, maar omdat de zweetkliertjes die er in de oksel zitten, die kunnen stilgelegd worden. Zodat die geen zweet meer eigenlijk produceren in de huid van de oksels. En dat is wel heel erg prettig, want als je met de zomer die eraan komt, als je dan op de foto staat. Jij staat nog wel vaak op de foto. Ja. En misschien wil je ook wel eens een keertje zelf op de foto staan. Dan heb je hier niet zo'n vervelende natte plek. Ja. En nou ja, je vertelde net een beetje over dat het voor jou niet een klein probleem is, maar dat je toch best wel vaak een t-shirtje wil veranderen. Ja. En vaak ook wat lichte kleuren vermijdt. Nou, dat vind ik echt wel een goede reden om. Ja, zeker met uitgaan. Dat je gewoon, inderdaad, het hangt gewoon echt af van mijn outfit. Dat ik denk van dit trek ik niet aan, want het is zo, of juist bijvoorbeeld leuke jumpsuitjes die in de zomer heel leuk zijn. Mm-hmm. Ja, dat is dan gewoon te warm. Dus dan trek je die ook weer niet aan. Dat is eigenlijk gewoon jammer. Hey, en heb je ook dat bepaalde voedingsstoffen, bijvoorbeeld heel spicy eten, dat... Dat heb ik, ja, dat merk ik niet echt, zeg maar. Als ik echt iets heb gegeten, dan veel meer transpireer. Ik heb eigenlijk gewoon, dagelijks dat ik dan, weet je, als ik rond de auto zit, ik heb altijd deodorant in de auto, wat extra shirtjes mee, en mm-hmm. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, dit is eigenlijk een hele makkelijke oplossing. Het is een injectiebehandeling, hè? Dus je moet wel met een heel dun naald, moet ik wel even de huid in. Ja. Maar die zweetkliertjes zitten, daar zitten ook de pijnreceptoren. Ja. Dus het prikt wel een beetje, maar omdat ik hele dunne naaldjes gebruik, is het ook wel weer te doen. Ja. Het is meer psychisch. De angstvoornaalden die... En het zijn ook wel veel prikjes toch, of relatief? Ongeveer 10 tot 20 per hand. Ja. Ja. Ik ga zo meteen eventjes voelen waar de huid stroef is, dus waar er zweet geproduceerd wordt. Ja. En als de huid glad is, dan ga je er overheen met je vinger of met een pen kun je er overheen glijden. En dan is het glad. Ja. Makkelijk. Op het moment dat die huid stroef wordt door vocht, ja, dan stopt die pen. Ja. En dan weet ik, daar is het grensgebied van waar het zweet. Maar dat zal ik zo meteen nog even laten zien hoe dat werkt. Okay. En dan markeer ik dat en dan maak ik er rastertjes van en dan krijgt ieder hokje krijgt een prikje. Een prikje. Ik kijk soms ook wel waar is de meeste zweetproductie, dus dan kan ik op die plaats nog wat extra. Wat extra doen, ja. En ik hoor vaak, als ik bijvoorbeeld over deze behandeling heb ik het wel eens gehad met vrienden van mij, van god, dat lijkt me eigenlijk best wel heel fijn om te doen. Dat mensen zeggen, ja, maar dan gaat het naar je voeten of naar je handen of is dat waar? Nou ja, zeg je, ja, het moet ergens heen, zeggen ze dan. Ja, zweten is in principe een temperatuurregulatiemechanisme. En dat betekent dat je lichaamstemperatuur, die moet 37 graden zijn. Mm-hmm. Dat is een constante temperatuur, onafhankelijk van hoe hard je aan het sporten bent of hoe koud het is. Dus die temperatuur moet altijd constant blijven. En zweten is een manier om hitte te verliezen. Ja. Je hebt je oksels niet nodig om die temperatuur te reguleren. Oké. Okay. En vaak is het zo dat juist bij overmatige transpiratie is de hoeveelheid zweet die er geproduceerd wordt, is eigenlijk niet normaal. Dat gewoon overmatig, onnodig. Ja, dus dat heb je helemaal niet nodig.
inderdaad, als je een bepaalde hoeveelheid zweet niet kwijt kan, dan komt het op een andere plek wel uit. Maar als je kijkt naar hoeveel zweet er in je oksels geproduceerd wordt, en je haalt dat weg, dan merk je niet dat het opeens ergens anders... Je bent mega zweetvoeten krijgt. Dat je zweetschouders krijgt. Nee. Direct na de behandeling zie je nog geen effect. Mm-hmm. Dus dan blijft het eigenlijk nog zweten. Het werkt langzaam in. Het duurt 2 of 3 weken voordat je, je echt merkt van wauw, ik ben echt nu een stuk minder aan het zweten. Ja. Of sommige mensen zijn helemaal vrij van zweten. Dat zou natuurlijk wel het meest ideaal zijn. Ja. En het duurt wat langer dan de meeste botoxbehandelingen voor het gezicht. Want als je bijvoorbeeld voor de rimpeltjes komt, dan duurt het ongeveer 3-4 maanden het resultaat. Ja. Maar met de oksels duurt het wat langer, soms 6 maanden, soms wel langer. Okay. Nou, dat is ook fijn. Dus dat is wel fijn. Ja, hoef je niet zo vaak te komen. Ja, precies. Okay, top. We gaan beginnen met een beetje alcohol. Ja. Normaal gebruik ik geen alcohol voor de huid, omdat het de huid een beetje uitdroogt. Mm-hmm. Maar nu doe ik dat juist wel, omdat ik zo meteen een hele mooie gladde, droge huid wil hebben. En dan wachten we even tot het zweet komt en dan kunnen we bepalen waar precies zweet. Okay. Dus hier is het glad, mm-hmm. En hier voel ik dat het stroef wordt. Ja. Dus hier betekent, daar zit de pols. Krijg je daar, krijg je een streepje. Dan kom ik hier. Ja, en dan stopt hij hier. En zo. Hier. Ja, je voelt het echt zo. Ja, dus dit is het gebied waar ik je ga behandelen. Okay. Nou, en dan kijken. Zo ongeveer, dan maak ik blokjes van ongeveer 4 centimeter. Ja. Ieder blokje krijgt een prikje. Dat zijn er veel, maar... Dat zijn er best veel. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, mag ik beginnen? Ja. Okay. Nou, je ziet echt een heel dun naaldje. Ik ga heel oppervlakkig ga ik prikken. Komt hier 1, 2, 3. Oeh. Gaat dit? Ja. Er zit een klein kwaddeltje ontstaan, zo heet dat. Het is echt een heel oppervlakkige injectie. Een beetje wittig zie je. Dat is omdat die bloedvaatjes wat samengeknepen worden. Het is al te doen. Is het echt te doen of zeg je dat maar voor de film? Nee, het is serieus al te doen. Normaal gesproken zou ik dat nu niet meer kunnen filmen. Oké. Okay. Ik moet er alleen naar kijken, daar doet het wel iets meer pijn. Nou, gewoon, het is echt ook grotendeels je mindset. Dat is absoluut waar. Ja. Doe je yoga of zo? Nee. Ik merk wel dat mensen die aan yoga doen, die kunnen heel goed dat soort pijntjes wegademen. Die doen de Ujjayi breath. Mm-hmm. En die kunnen heel goed dan hun aandacht naar hun tenen brengen en zo. Dat werkt best goed. Ik heb bijvoorbeeld, als ik ga tatoeëren, dan knijp ik in mijn benen en dan probeer ik echt aan andere dingen te denken en dan voel ik het ook niet. Dus dan kan ik het nog best wel een lekker gevoel vinden zelfs. Echt? Ja. Meen je dat? Ja. Een lekker gevoel tatoeëren? Ja, tatoeëren wel, maar andere dingen met naalden vind ik dan niet lekker. Maar tatoeëren vind ik wel... Oké. Okay. Houdt ook van een pijntje. Ja, af en toe wel. Dat is de tijd. Ik merk wel dat ik echt aan het zweven ben nu. Ja. Ja, dat is toch die angst voor naalden. Ja. Ben je adem aan het inhouden? Niet echt, maar... Je mag blijven ademen. Ja. Nou, we hebben 1 kant hebben gehad. En ik moet zeggen, dit viel me echt serieus alles mee. Maar dat komt ook omdat ik er best wel zenuwachtig van... Ja, dit is nu echt gewoon hier, zweet ik echt compleet. Dit is gewoon echt weer een zwembad. Dit moet ik even met alcohol even drogen. Zodat ik weer kan bepalen waar we... Ja. Dus we gaan nu weer tekenen en dan worden we weer spek. En onder die ene oksel zaten 24 prikjes, waren dat toch? Ja. Ja. Dus dat is best wel veel, maar eigenlijk zijn het... aan de buitenkant merk ik vooral dat het niet zo heel veel pijn doet. En aan de binnenkant voel je het wel iets meer. Maar eigenlijk valt het me echt alles mee, dus dat is tof. Ik ben net klaar met de behandeling. En dat was echt... Hoe lang heeft het geduurd? In totaal, nou, tussen 5 en 10 minuten. Ja, 5 en 10 minuten, echt totaal niet lang. En, pijnloos is het niet. Maar het is echt, viel me serieus alles mee. Want ik ben af en toe best wel kleinzerig. Alleen,
Nee, bij dit vond ik het echt totaal meevallen. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb dus net mijn oksels laten botoxen bij Dokters Inc. Door Jani. En hij is echt zo ontzettend aardig. Echt een hele lieve man. En toen ben ik even naar huis gegaan. Toen ben ik gaan douchen. Omdat ik eventjes die potloodstreepjes eraf ging wassen. En nu ben ik bij de wimpers. En ik heb eventjes mijn mascara en mijn eyeliner eraf gehaald. En ga ik weer wimper extensions zetten. Dus ja, ik ben benieuwd. Misschien dat ik er weer eventjes een tijdje verslaafd aan raak. We zullen het zien. Ik ga dat lekker doen, anders kom ik te laat. Dus ik moet nu naar binnen. Ik heb net mijn wimpers weer laten doen. Het is echt weer wennen. Ik weet eigenlijk niet of ik dit mooi vind. Ik vind het denk ik mooier als ik het zelf plak. Met strips gewoon. Maar goed, dan houden we dit gewoon eventjes. Misschien dat ik het morgen wel weer mooi vind hoor. Maar ik denk dat ik nu... Ja, ik weet niet, het is gewoon wennen. Het is gewoon zo anders dan dat je het zelf plakt. Dit is natuurlijk gewoon een stuk makkelijker. Maar moi. Ik ga even eten. Ik heb zo'n fucking honger. Ik had vanochtend om 10 uur een afspraak. Toen heb ik even gegeten. Het is nu 4:30. Ik ga bijna tegen de grond. Ik ga jullie voorlopig nog even nog een McDonald's eet video besparen. Maar ik heb weer lekker McChicken. En frietjes. Oh. Ik ga even snel eten. En ik ben nu alweer een beetje gewend aan mijn wimpers. Ik vind het eigenlijk wel weer mooi. Ik ben zo zwak. Zo labiel. Zo beïnvloedbaar. Goedemorgen. Ik heb gisteren eigenlijk helemaal niet meer gevlogd. Soms heb je echt van die dagen dat je gewoon even mega in een dip zit. Dat had ik gisteren even. Ik zou eigenlijk met Gio, Mitch en Ammer naar de opening van de harbor gaan in Vinkveen. Maar ik ben toen lekker bij Sander en Noor gaan eten. En toen heb ik lekker filmpje gekeken met Bibi. En lekker chocola gegeten, thee gedronken. Super chill. Dus het was echt een chill avond. Maar ik heb dus eigenlijk even helemaal niet meer gevlogd. Omdat ik daar me niet echt... Of mijn hoofd stond daar niet echt naar. En trouwens, over die behandeling bij Dokters Inc. Ik heb nog steeds geen pijn. Ik had echt verwacht dat het misschien zou gaan zwellen. Dat het pijn zou doen, maar ik heb echt... Verder niks gemerkt van die behandeling. En ik moet zeggen, toen ik fillers in mijn lippen daar een behandeling voor heb laten doen. Vond ik dat echt pijn doen in mijn lippen. Alleen in je oksel is het echt ongeveer 20 prikjes per oksel. Dat is best wel veel. Tenminste, in mijn hoofd was het best wel veel. Maar dat viel me echt zo alles mee. Maar het is echt, ik vind het ook best wel fascinerend. Jani en ik hadden het ook over mensen die bijvoorbeeld... pijn uit kunnen zetten door ergens anders aan te denken en dat soort shit. En dat vind ik echt zo interessant. Dus daar wil ik me echt in gaan verdiepen. Ik vind dat echt... ik weet niet. Pijn zit gewoon echt in je hoofd. Dus ik vind dat wel grappig. Net zoals angst trouwens. Ik had gisteren ook met Sander en Noor over muizenfobie. Noor heeft dat ook. Wil ik ook echt vanaf... Ik ben toen voor concentrate een keer onder hypnose geweest. En toen dacht ik daarna dat ik er vanaf was... Totdat ik inderdaad een dode muis naast mijn bed vond. Maar ik weet niet, ik vind dit soort dingen echt interessant. Dus dat. En daarmee sluit ik trouwens ook de vlog van vandaag af. Sorry dat ik niet meer gevlogd heb omdat dit het einde is. Maar soms heb je even van die dagjes. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Bye.